Wij zijn allemaal benieuwd, maar ik mag u zeggen dat het voor ons als deputaatschap ook een bijzonder moment is. We hebben met zo'n grote samenkomst als vanmorgen heel kernachtig zojuist gezongen. En de aarde met uw vrees vervuld, totdat ge uw rijk volmaken zult. Hoe passend is dat, dat ik dan nu namens Zending Gereformeerde Gemeente mag meedelen dat het besluit om een nieuw zendingsveld te openen niet één, maar twee gebieden betreft. Waarom heeft onze zending naar een nieuw gebied gezocht? De zendingsopdracht die Christus aan zijn discipelen gaf en in hen aan de kerk geldt onverminderd, ook na 2000 jaar. En deze opdracht klemt des te meer naarmate we dichter bij de wederkomst komen. En dit evangelie des koninkrijks zal in de gehele wereld gepredikt worden tot een getuigenis alle volken en dan zal het einde komen. Dat wij met dit werk voortgaan is in overeenstemming met het mandaat van de generale synode van de gereformeerde gemeenten. Wij ervaren ook dat we in dit werk geestelijk en financieel door de gemeenten worden gedragen. Daar komt bij dat de achterliggende jaren op diverse velden belangrijke stappen zijn gezet in de richting van gemeentevorming en in de toekomst verzelfstandiging. We mogen daarin Gods goede hand opmerken. Daarin hebben we ook in praktische zin ruimte en reden gezien om te zoeken naar een nieuw zendingsveld. Maar vraagt u, hoe heeft het deputaatschap een nieuw gebied gezocht? Allereerst in biddend opzien tot de Heere, dat Hij ons zou leiden door zijn geest. Er is zoveel werk. We moesten ook landen laten liggen. En dat vonden wij heel moeilijk. Maar naar een land toe gaan kan ook nooit zonder de werking, de leiding van de Heilige Geest. Het is nodig dat Hij de deuren van dat gebied opent, maar straks ook de deuren van mensenharten. Heel veel volken zijn inmiddels bereikt, maar er zijn ook nog heel wat bevolkingsgroepen die niet of nauwelijks van Christus hebben gehoord. Het deputaatschap is bewust op zoek gegaan naar deze groepen. Daarbij hebben we ook gelet op bevolkingsgroepen die nog niet over de volledige Bijbel beschikken. De uitkomst van ons onderzoek mogen we u nu meedelen. Wij geloven dat onze weg geleid wordt om zendingswerk te gaan doen in Senegal. De meeste inwoners van dit land in West-Afrika zijn islamitisch. De geestelijke nood is groot. De samenleving is veelal agrarisch met de bijbehorende levensstandaard. Er zijn overeenkomsten met buurland Guinea, waar we al vele jaren werkzaam mogen zijn. Het deputaatschap hoopt in het komende jaar vacatures open te stellen. Naar onze verwachting zijn de omstandigheden dusdanig dat de uitgezonden werkers na taalstudie en een verkennende fase daar binnen afzienbare tijd een begin met het zendingswerk zouden kunnen maken. Na onze keus voor Senegal liet een ander land ons niet los. Dit is Japan. Hier is de situatie heel anders. Shinto en boeddhisme zijn de belangrijkste godsdiensten. Maar door de grote welvaart is er in dit sterk verstedelijkte land vooral sprake van heidendom met veel moderne invloeden. Juist daarin werd de geestelijke nood van deze mensen op ons hart gebonden. Het gaat om mensen die vaak niet arm zijn en God niet nodig schijnen te hebben. Materialisme, leven en werken voor hier en nu roept vergelijking op met de situatie in ons land. We geloven dat het op onze weg ligt om ook hier zendingswerk te beginnen. Binnenkomen in deze cultuur en beginnen met zendingswerk kan wel eens een lange voorbereidingstijd vragen. Hier zal door één kwartiermaker verkennings- en pionierswerk moeten worden gedaan, waarschijnlijk voor meerdere jaren. We houden er rekening mee dat het dus ook langer kan duren voordat meerdere vacatures worden opengesteld. Geliefde zendingsvrienden,
Met dit besluit krijgt de noodzaak van het zendingswerk praktisch gewicht. Onbereikte mensen krijgen een gezicht. Christus zei tegen zijn discipelen: zie, ik zeg u, hef uw ogen op en aanschouw de landen. Want ze zijn alreede wit om te oogsten. Elke mensenziel heeft eeuwigheidswaarde. God is het waardig dat hij wordt geëerd. Christus wacht op de bruidskerk die zijn vader hem heeft beloofd. De Heilige Geest werkt om die toe te brengen. De oogst is wel groot, maar de arbeiders zijn weinigen. Daarom bid de Heere des oogstes dat hij arbeiders in zijn oogst uitstoten.